Lieve mensen, met Christel, we gaan even babbelen. Ik heb een interessant stukje wat ik deel in mijn beschrijvingsbox. Ik doe ook wel heel veel posten natuurlijk, maar niet iedereen kijkt daar. En dat is de community post. Maar dit vond ik zo interessant dat ik dacht, ik ga eerst even uitleggen waar het filmpje over gaat. Voordat ik hem, dus ik ga even uitleggen, dan gaan jullie eerder kijken in de beschrijvingsbox. Maar die staat, het is van een Amerikaanse man. En die praat dus ook, wat ik ook wel eens doe, met God. Hè. Maar hij vroeg echt specifiek, God, hoe gaat het met u vandaag? Gewoon in de, hij zat denk ik gewoon in de huiskamer, net als ik nou zo zit. En dan, ja, als een goede vader eigenlijk. Hè. En toen liet hij zien waar hij mee bezig was. En dat was eigenlijk de tafel voorbereiden. Met allemaal borden, groot feestmaal, groot pakket. Voor alle mensen die mee zijn gegaan met die rapture. Hè? Die ja hebben gezegd tegen Jezus, die geloven in zijn bloed. Dat hij gestorven is aan het kruis en weer opgestaan na 3 dagen. Voor al die mensen krijgen allemaal een bord, zei hij. Met hun naam erop, met een bloem erop, per keuze. Hè? Wat, ze weten natuurlijk wat jij leuk vindt. Hij vertelde Jezus op het paard. En die man, die zag ook zijn vrouw en zijn kinderen, geloof ik. En het was een supermooie zaal. Heel mooi versierd. De boom ook heel mooi versierd. En het was eigenlijk, het was geen zaal. Het was eigenlijk buiten, zei hij. Nou, die man werd helemaal emotioneel. En ik werd een beetje ook emotioneel van. ik vond het ook zo mooi. Denk, ja, daar wil ik ook naartoe, hè. Dus, straten van goud, mooie bruggetjes. En, hij zei ook van, dat Jezus ook een diamanten kroon op had. Die had ik ook gezien, en ook bij God. En, maar het paard was ook helemaal versierd met de teugels en zo, ook met diamanten. Dus hij kwam echt aanrijden daar. En, ik heb Jezus ook al een paar keer al mogen ontmoeten hè, in meditaties. En hij straalt ook heel veel licht uit. Hij was toen ik hem zag voor het eerst, was hij helemaal aan het wit. En ook echt sandalen aan en ook een of andere touw om of zo. Maar dat licht wat hij aanstraalt en je glans en met open armen kom hij naar je toe. Hè. Hij houdt echt van zijn mensen, hè, van... van het volk, hè. Het volk op aarde. Dus hij houdt er echt van. En dus hij kent ook iedereen gewoon, hè. En moest gelijk denken aan die bruiden, hè. Bruid van Jezus en die dwaze meisjes. En de niet dwaze meisjes met die olielampen. En dat ze te laat kwamen. Ik heb het verteld allemaal, hè, in die zaal, hè? Want die hadden de kaarsen, dat licht niet aan, hè? Die had dan tarretje, de olie was op. En toen vroegen ze ook, mogen we een beetje van jullie olie tegen de wijze meisjes? En nee, zei ze, want anders gaat ons lampje uit. En dan gingen ze gauw naar de winkel en toen waren ze laat. Gingen de deuren van het pakket waar het bruiloft was, ging dicht voor ze. En de anderen zaten nog, waar ook nog een stelletje zaten te slapen, geloof ik. Ik ken niet meer zo goed uit mijn hoofd. Maar de dwaze meisjes, ik heb het allemaal voorgelezen hè, met mijn visioen of droom wat ik gehad heb. Maar dit is ook het pakket, hè. Dus we worden feestelijk onthaald hè, als we eenmaal daar zijn aangekomen. Mensen zijn, ze zullen heel blij zijn. Ja, ik zag ook groot feest in die dierenwinkel. Je wordt ook van heel blij ontvangen. Als je het oude hondje achterlaat en het nieuwe hondje neemt. En het is echt feest. En ik verheug me echt erop. Hè? En die man werd zo emotioneel. Hij zag al die beelden, zag hij. Hè? En het wordt echt een feestmaal aan. Dus voor ons gemaakt, hè, als we aankomen. Nou, er moeten echt miljoenen mensen zijn, denk ik. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar... Dus als Jezus vraagt, heb je het licht bij je en geloof je in mij?
Ik zou hij aanraden, hij kijkt natuurlijk ook wel in je hart om ja te zeggen. Want je ziet nou al wat er met de aarde gebeurt, hè. Er komt echt 7 jaar, zeggen ze, een grote opschudding. We moeten nog heel, en wanneer die rapture zal zijn, niemand weet het, hè. Geen tijd, geen dag. Het kan zomaar morgen zijn, het komt als een dief in de nacht. Maar ja, dan heb je niks meer aan je aardse spullen, hè. En, alles wordt afgepakt, hè. Misschien je huis ook wel, alles. Je bedrijf, je geld op de bank, alles pikken ze in van je. En dan proberen ze nog chip in te brengen bij je. En ja, ik durf haast het woord niet te noemen. Ja, in ieder geval van dat beestje, zo'n teken. Nou, als je dat doet, dan ben je zeker verloren. Doe dat nooit. Maar ja, het is wel dat mensen denken, ja, dan kan ik niks meer kopen. Maar ja, er is genoeg in de natuur, hè? Verdiep je er eens in, hè? Wat je allemaal kan eten. Dus sommige blaadjes van de bomen kun je zelfs eten. Ik heb daar zo'n krentenboom staan. De blaadjes zijn gewoon eetbaar. En ja, ik denk, dan slik ik er wel zo door, is niet echt smaak, maar eten zou ik, weet je wel. En zo zijn er veel meer kruiden. Dan haal ze een kruidenboekje, kijk wat eetbare planten in de natuur. En dan kan je best redden. En in ieder geval neem dat ding niet. Ze komen waarschijnlijk ook weer met wespensteken. Want er komt weer iets aan in het najaar, zeggen ze. Ja, ik zou het niet aanraden. Maar goed, jullie hebben allemaal eigen keuze. Maar ik doe het niet. Ze kunnen op mijn kop staan. Ik neem ze niet. Wat ze ook weer verzinnen. Ze zeggen, de eerste was maar een voorproefje. En daarna wordt het serieus werk, hè? Maar ja, je ziet hoe geworden de niet geprikte was, gediscrimineerd werden. Hoe nergens meer in. En het frappante is dat je in de familie niet hoort van, jullie zijn niet zo leuk behandeld, hè? We mochten niet meer komen op verjaardagen van familieleden en alles later op afstand. Ik heb ze een hele tijd niet gezien. En, maar je hoort niet. Dat moet allemaal normaal zijn eigenlijk, hè? Dus ja, zelfs een kleindochter heb ik ook genomen, aan de andere niet. Dus ja, mijn ene zoon heb ik ook nou genomen, want die moest naar vliegtuig mee. Maar ja, dan hoop ik dat ze niet. Ze zijn niet allemaal gevaarlijk, gelukkig. Vooral de eerste waren heel gevaarlijk. Die ze de oudere mensen hebben gegeven, heb ik gehoord. Ja, ik kan dan ook iemand die dan schoonmoeder en een moeder in een week kwijt is geraakt. Door de vijzer. Dus ja, en het later hebben ze een beetje aangepast. Maar ja, je ziet dan toch nog steeds wel mensen wegvallen. Jonge mensen. Dus ja, ik zou het niet meer doen, hè. Maar ik heb het nooit genomen en ik ga het ook niet doen. Alles in mijn lichaam zijn, alle cellen riepen zelfs tegen mij, niet doen, niet doen, niet doen. Ze schreeuwden gewoon tegen mij. Als waarschuwing van, neem hem niet, neem hem niet. Dus nee, ik heb niks genomen en ik heb corona gehad op de natuurlijke manier. En ja, het was moeilijk, maar ik heb niet plat gelegen, ik heb geen hoge koorts gehad, ik heb me gewoon rustig gehouden. Ik heb gewoon een legpuzzel gepakt en ik heb gewoon, ben gewoon gaan zitten. Ik moest zelf meer hoesten, ik had smaakverlies. Ja, van het eten maakte ik mijn soep en mijn zout smaakte dan weer, anders ik kon echt hele borden met eten anders weggooien. Dus die broccoli heb ik gestampt en maakte broccolisoep van. En ja, toen ging het wel. Zoute dingen gingen wel, maar andere dingen waren zo smerig. Vlees was net een rubberen lap en zo. En tonijn was ook heel smerig. Dus dat vond ik wel erg, dat smaakverlies hoor. Zoete dingen gingen ook nog wel. Zoute, zoete dingen, maar een heleboel dingen was zo smerig. Maar goed, ik heb het allemaal overleefd. En
En ik denk dat ik alles ga overleven wat dat betreft. Totdat Jezus komt. Daar wachten we op. Ja, mensen, kijk naar dat filmpje. Misschien raakt het jullie ook zo. Die man zit echt te huilen. Het is echt een beer van een kerel. Maar ja, hij moet ervan huilen. En ik word echt ook emotioneel van. Dus, nou goed. Het is mooi weer geworden in ieder geval. Het regent niet meer. En ja, ik ga even wat doen. Ik heb pakketjes binnengekregen. Mooie kaarten weer binnen. Dus door het geld dat donaties. Dus even bij de drogist wat spulletjes besteld. Vind ik ook altijd handig online te bestellen. Glutenvrije producten en zo. Hartstikke duur. Biscuitjes, 2 euro een paar klein pakje. Maar ja, je wilt er wel wat een lekker koekje nemen. Dus, maar ja, goed. Het gaat best zo. In ieder geval, dankjewel voor het luisteren. En dan ga ik nu even weer stoppen. En tot de volgende keer maar weer, hè. Doei!